Dames en heren, goedenavond. Dit is weer de VARA. We beginnen zo dadelijk met een special rond Lee Towers. De VARA heeft dit programma opgenomen ter gelegenheid van zijn 12,5-jarige zangcarrière. U ziet vanavond het eerste deel en dat beslaat de periode van 1976 tot en met 84. En het tweede deel zenden we uit op zondag 15 mei aanstaande. Dus daar moet u nog eventjes op wachten. Maar we hebben vanavond nog veel meer en wat dat precies is, dat vertel ik u in het overzicht. Allereerst dus I Believe in Music, het optreden van Lee Towers vanuit het Circus Theater in Scheveningen, ter gelegenheid van zijn 12,5-jarige zangcarrière. Daarna Sonja op zondag, rechtstreeks vanuit de brakke grond in Amsterdam. En in Golden Girls weten Blanche en Rose een bekende acteur te strikken voor hun toneelavond. I'm Patrick Vaughan. Rose, look, Rose, This is my daughter Dorothy, she's an English teacher. En achter het nieuws begint om 9:50 en wordt natuurlijk gepresenteerd door Paul Witteman. En ons laatste programma van vanavond is het derde deel van Leven en Liefdes van een Duivelin, waarin Ruth ongestoord doorgaat met haar wraakacties tegen Bobo. Maar Sonja Barend vertelt eerst over de onderwerpen in haar programma. 40 jaar in een psychiatrische inrichting zitten zonder zelf gek te zijn. De vrouw die dat beleefde vertelt er vanavond zelf over. Hedy Lester speelt en zingt de hoofdrol in het toneelstuk Ghetto. Hoe ze dat moest doen, kon ze aan haar moeder vragen, die dat in de oorlog heeft moeten doen in de kampen van Ravensbrück en Bergen-Belsen. Verder gaat het over eten bij de prins, kunstig in de rij staan en de klank van een soeppan. Enfin, u merkt het allemaal zelf wel om 9:50. Eerst Paul Witteman. Ja, goedenavond. Steeds vaker storten er straaljagers neer op dorpen en steden. En in Duitsland moeten deze wonderen der techniek al aan de grond blijven. In Nederland nog niet. En of dat terecht is, dat ziet u straks. In ons land worden kinderen vaker mishandeld dan honden. Dat blijkt uit meldingen van artsen en straks de feiten. En een portret van de meest opmerkelijke man van de wedstrijd Feyenoord-Ajax. En het is geen voetballer. Deze en andere onderwerpen straks in Achter het Nieuws na Golden Girls om 9:50. Tot dan.